Ja, Pablo, een heel zuur gelijkspel. Waar vind je dat vandaag op mis is gegaan? Ja, ik moet de wedstrijd even terugzien. En, nu kan ik het niet allemaal goed herinneren wat er precies is gebeurd. Maar het is jammer dat je steeds op achterstand komt en dat je dan weer erachteraan moet. En, helaas maken we die 3 die net te laat. En dan speel je gelijk. De grip die jullie de eerste 11, 12, 13 wedstrijden aan het begin van het seizoen hadden, dat zie ik nu eigenlijk niet meer terug heel vaak bij PSV. Ben je het daarmee eens? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Als je kijkt naar de wedstrijd die hiervoor, denk ik dat we gewoon hebben gedomineerd. En vandaag was het gewoon een hele intensieve wedstrijd. Je zag het vanaf het begin. Zij klapte erop. We hadden moeite met het grote veld en het opportunistische spel die zij speelde. En uiteindelijk kom je 1-0 achter en maak je voor de rust de 1-1. En wat ik zeg, dan is het gewoon weer wat zij doen, gewoon die lange bal weer inbrengen. En opportunistisch met de mannen erachter. En komen ze op 2-1 voor en zo gaat het tot de 3-3. En dan is het jammer dat je hier gelijk speelt. Nou, toch zie ik heel veel berusting bij jullie. Vorige week sprak ik met Nick Viergever na Ajax-PSV. Ja, die zei ook van, we staan nog 2 punten voor. En echt, er straalde heel veel vertrouwen uit. Maar is er nu niet iemand die even met zijn vuist op tafel slaat van, jongens, wakker worden? Wat er in de kleedkamer laat ik in de kleedkamer. Maar tuurlijk mag je teleurgesteld en boos zijn. Dat is normaal als je hier gelijk speelt. En dat kan, maar je kan er ook met de andere mentaliteit in zitten. En wat ik zeg, je kan er niks meer aan doen. Je kan nu boos zijn. Maar je kan er verder niks aan de stand doen. Dus wat ik zeg, we moeten gewoon de koppen bij elkaar houden. En dat gaan we zeker doen. En er komen nog 5 mooie wedstrijden aan. En we gaan gewoon alles doen om uiteindelijk bovenaan te staan. Jullie creëerden ontzettend veel kansen, hè, gedurende de wedstrijd. En eigenlijk, zeker op het eind, hadden jullie misschien wel ook die overwinning verdiend. Maar ja, die pasveer, die keepte de wedstrijd van zijn leven. Ja, was heel goed. Af en toe denk ik, laat een keer de bal doorgaan. Maar wat ik zeg, hij doet zijn taak. En jammer voor ons dat hij het vandaag heel goed. Tot slot, jullie spelen best wel vaak na Ajax. Vind je dat erg? Vind je dat minder, zeg maar? Of heb je zoiets van, nou, vind je daar wel prima? Nee, het hoort zo. En wij moeten gewoon op onze wedstrijd focussen. Dus dat maakt helemaal niet uit wanneer Ajax speelt. En, maar de druk neemt toe. Nee, dat zeggen jullie. Ik vind van niet. Het schema is zo, dus je kan er ook niet veel aan doen. En, wij moeten gewoon 5 goede wedstrijden spelen en 5 keer winnen. En dan zien we uiteindelijk waar we staan. Schaal van 1 tot 10, hoe groot is de kans dat PSV kampioen wordt? Ga ik nu niet niks van zeggen. En wat ik zeg, volgende week begint het met Graafschap thuis.